Dus even kijken hoeveel moties ik hier nog heb. Even, deze moet nog, die moet nog. Ja, klopt. Voorzitter, dan kom ik op een thema wat zeker SP en PVV, maar ook de PvdA, naar aan het hart gaat. Dat zijn de zware beroepen. En de heer Van Kent heeft gelijk dat dat niet in deze wet geregeld is. Niet bij deze wet geregeld is, zoals heel veel niet bij deze wet geregeld is. Hè. Ook de AOW-leeftijdsverhoging, die minder snel ingaat, die was al bij wet geregeld. Ik vind het ook verstandig dat dat niet in deze pensioenstelselwet is opgenomen, want die is al omvangrijk genoeg. En tegelijkertijd willen wij, de heer Van Kent wil dat, de PvdA wil dat, ik zag ook dat hij een motie daarover had ingediend. Het was een hele lap tekst met wat kwalificaties die ik wellicht in iets andere termen zou hebben, maar de gedachte daarachter steun ik. Namelijk de huidige regeling die tot 2025 loopt, werkt te veel voor de managers en te weinig voor de mensen die echt in het zwaar beroep werken. En hij is niet structureel. En voorzitter, daarom dien ik de volgende motie in. En dat is inderdaad niet geregeld nu bij de wet, maar wel een motie die voor mij ook, nou ja, zwaar, om zich te horen, heel zwaarwegend is. De Kamer gehoort de beraadslaging van mening dat mensen met zware beroepen gezond van hun oude dag moeten kunnen genieten. Overwegend dat de huidige regeling om eerder te stoppen afloopt naar 2025 en het beschikbare geld nog te weinig terechtkomt bij mensen die echt een zwaar beroep uitoefenen, verzoekt de regering met een nieuwe regeling te komen die meer gericht is op mensen met zware beroepen, zodat zij de mogelijkheid krijgen om ook na 2025... eerder met pensioen te gaan of minder dagen te werken. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ingediend namens mevrouw Matoeg. Ja, de heer Van Kent. Ik begrijp dit werkelijk waar niet. Er is een pensioenakkoord gesloten. Belangrijk onderdeel, Gijs van Dijk deed dat namens de Partij van de Arbeid, was mensen met zwaar werk op tijd kunnen laten stoppen met werken. Die regeling loopt af. En begrijp ik het goed dat de Partij van de Arbeid met deze motie, als die wordt aangenomen, tevreden is over de afspraak rond zwaar werk wat betreft de voorwaarden om te kunnen beoordelen of ze voor of tegen deze wet gaan stemmen? Nee, voorzitter, ik ben niet tevreden met de huidige regeling. Ik wil ook dat er een regeling voor zware beroepen na 2025 wordt voortgezet en dat eis, zo u wil, ik ook van dit kabinet. De heer Van Kent. Nee, die moet nog worden uitgewerkt. En ik heb ook, helemaal niks. U eist alleen dat er een verzoek dat er een nieuwe regeling komt. Maar kunt u wat zeggen over, en wat is uw eis precies? Wie moet er onder welke voorwaarden eerder kunnen stoppen? Welk geld moet erbij gemoeid zijn? Een regeling kan van alles zijn. Dat zegt helemaal niks. Een niks zeggende motie, gratis motie. Nee, voorzitter, dat ben ik niet met u eens. Want het staat nu is er een regeling die tot 2025 loopt. Nu is er een regeling waar ook de SP kritiek op had. Waar ik die kritiek die ik deel, die niet of onvoldoende terechtkomt bij de mensen waar het echt voor bedoeld is. En voorzitter, ik ben de afgelopen weken veel ook in mijn eigen partij geweest. Hele zaterdag aan pensioen besteed. Wat een hele leuke en levendige discussies waren. Maar daar zit ook een groot punt bij. Zware beroep. Maar er was ook een groot punt. Hoe doe je het dan? Benoem je het dan per sector? Allemaal geprobeerd. Doe je het dan naar inkomen? Wat wordt het onderscheid? Doe je het gesubsidieerd? Doe je het fiscaal? En in alle eerlijkheid weet ik het optimum daarvan nu niet te vinden. Dus ik vind dat het kabinet dat moet uitwerken. Ik heb ook liever eigenlijk dat eerder dan 2025 ingaat, in plaats van deze regeling. En daar roept deze motie toe op. En dat wordt dan dus vervolgd. De heer Van Kent. Als die wordt aangenomen, zo is het. De heer Van Kent, tot slot. Er staat niks in. Er staat alleen in, kom met een regeling. Maar je zou toch, als je jezelf serieus neemt, en als je vindt dat een pensioenakkoord op de verschillende onderdelen moet worden uitgevoerd, dan ga je toch niet voor deze wet stemmen met alleen maar een motie in de hand. Ja, er moet een regeling komen. En daarna onderhandelen, als die wet al is aangenomen, over wat voor regeling dat dan moet zijn. Dan laat je toch echt voor de gek houden. En dan laat je, en dat is nog vele, vele malen erger, voorzitter. Dan laat je die schilder die ik noemde, laat je vallen. Die kan je niet recht in de ogen aankijken. Op het moment dat de PvdA voor deze wet gaat stemmen, kan de Partij van de Arbeid die schilder die ik noemde niet in de ogen aankijken en zeggen, ik heb het voor u geregeld. Ja, voorzitter, ik ben het niet met de heer Van Kent eens. Ik vind de huidige zware beroepregeling, die was afgesproken tot 2025, niet voldoen aan wat wij van een zware beroepenregeling verwachten. Er moet dus wat anders komen. Is het redelijk om die zware beroepenregeling in deze wet te regelen, die gaat over het nieuwe pensioenstelsel? Nee, dat vind ik niet redelijk. En dus moet dat een vervolg krijgen. De huidige regeling loopt tot 2025. Ik heb liever dat er eerder een beter alternatief is. En dat verwacht ik ook van het kabinet. En daar kan de heer Van Kent van alles en nog wat over. Ja,
De heer Van Kent afrondend. Er is blijkbaar door de Partij van de Arbeid en GroenLinks, gok ik dan maar, geen afspraak gemaakt. Alleen een afspraak dat er een regeling moet komen. Dat zegt niks. U staat met lege handen. En als de Partij van de Arbeid hier echt genoegen meeneemt om voor deze, als wisselgeld, om voor deze pensioenafbraak te gaan stemmen, dan moet u zich schamen. Want dan laat u niet alleen al die gepensioneerden in de steek, maar ook al die mensen die met een zwaar beroep op tijd willen kunnen stoppen met werken. En dat kunnen ze niet, omdat de Partij van de Arbeid natuurlijk in het verleden die AOW-leeftijd steeds heeft verhoogd. Dus u heeft een dubbele verantwoordelijkheid om dat voor deze mensen te regelen. En u doet het niet. Ja, voorzitter, ik ben het niet met de heer Van Kent eens. Ik vind de huidige regeling niet voldoende. Ik vind dat er een betere regeling moet komen. En ik wil dat ook in deze motie vastgelegd zien. De heer De Jong, PV. Ja, maar voorzitter, het probleem is dus wel dat volgende week, als die stemming van deze wet er is en die flutmotie van de Partij van de Arbeid, waar helemaal niets in staat, geen enkele waarborg dat er echt iets fundamenteels wordt geregeld voor die mensen met een zwaar beroep, waar al die Partij van de Arbeid stemmers, al die Partij van de Arbeidstemmers, een hoop, het zijn er inderdaad niet zoveel meer. Als u zo doorgaat, wordt het er helemaal nul. Dat kan ik u wel beloven. Want ze zijn namelijk keihard in de zeik genomen. Echt. Die mensen die jarenlang keihard hebben gewerkt, die dachten, yes, de Partij van de Arbeid, oké, ik ben het misschien niet helemaal met ze eens met betrekking tot de steun aan deze wet, maar ze gaan iets voor mij regelen aan een zwaar beroep. En nu komt er een flutmotie waarmee die mensen gewoon een klap in het gezicht krijgen. Dat is wat deze motie is. En mijn vraag is dan het volgende. Als deze flutmotie zometeen wordt aangenomen en die wet volgende week wordt aangenomen, wat is dan nog vervolgens het plan van de Partij van de Arbeid als het zometeen helemaal niks is voor die mensen? Want zelfs de Partij van de Arbeid kan hier niet op een hele logische, normale vraag van de SP antwoord geven. Hoe moet het er dan uitzien? De Partij van de Arbeid zegt, ik heb in allemaal zaaltjes gestaan. Die discussie moet nog worden gevoerd. Dat kan toch niet, voorzitter? Dat kan toch niet? Meneer Nijboer. En voorzitter, die discussie is natuurlijk gevoerd. En daar is de huidige regeling uit voortgekomen. Die tot 2025 loopt. En die vind ik onder de maat. Die vind ik onvoldoende. Die vind ik te veel bij de managers terechtkomen. En te weinig bij de mensen die echt een zwaar beroep uitoefenen. En daarom wil ik dat er wat beters komt, de heer Van Kent. Dat ben ik met u eens. En dat moet dus komen. Ja. Dat ben ik gewoon met u eens. De heer De Jong. Voorzitter, de Partij van de Arbeid zegt, en daarom moet er dan maar iets beters komen. Zeker. Maar volgende week, de steun van de Partij van de Arbeid met betrekking tot deze wet hangt dus af van zo'n flutmotie. En volgende week wordt die wet dus blijkbaar, omdat de Partij van de Arbeid en GroenLinks gewoon hun eigen achterban keihard in de maling heeft genomen, wordt gewoon aangenomen. Want als zo'n flutmotie wordt aangenomen zometeen, dan is er geen mogelijkheid meer om deze wet terug te trekken als het gaat om de Tweede Kamer. En dat is dus voor de bühne zogenaamd opkomen voor mensen met een zwaar beroep. En dat is waarom de mensen het zat zijn als de Partij van de Arbeid weer eens iets zegt over de pensioenen. Dank. Omdat ze jarenlang in de zeik zijn genomen. En voorzitter, ik ben er echt kwaad over. Want maandenlang worden wij door de Partij van de Arbeid en GroenLinks eigenlijk in de gijzeling genomen. De media die mooi opschrijft dat zogenaamd de Partij van de Arbeid en GroenLinks kritisch zijn over deze wet. En dan komt er een motie met betrekking tot het belangrijke punt van zware beroepen en het stelt niets voor. Dank u wel. Waarom doet de Partij van de Arbeid dat? Waarom verraadt het haar eigen achterban zo verschrikkelijk? Ja, voorzitter, al die kwalificaties laat ik voor rekening van de heer De Jong. Ik ben het niet met hem eens. Ik kom op voor mensen in een zwaar beroep. En ik vind de huidige regeling onvoldoende. En er moet dus wat beters en wat anders voorkomen. En voorzitter, het pensioenakkoord bestaat uit heel veel onderdelen. Echt heel veel onderdelen. Er zijn ook heel veel verschillende wetten. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ZZP, is ook nog niet geregeld. Moet ook geregeld, kan ook niet in deze wet. Een van de belangrijkste, sterker nog, het belangrijkste punt van de PvdA, was dat de AOW-leeftijd niet meer 1 jaar langer leven, 1 jaar hogere AOW. We wouden 6 maanden minder, we wouden half om half. Het is 8 maanden en 4 maanden geworden. Maar dat betekent nu ook in de praktijk dat er al heel veel mensen 4 of meer maanden eerder AOW krijgen dan ze anders hadden gekregen. Dat is al in wet geregeld. En zo zijn er in het pensioenakkoord allemaal onderdelen. Die ZZP-wet moet er ook nog komen, ligt er nu ook niet. Moet ik het ook doen met inderdaad de toezegging van de minister dat zij die wet gaat maken? Maar ik geloof dat, omdat ze dat heeft toegezegd en omdat dat best een verre sprong is in de polder. En met zware beroepen hou ik haar er ook aan dat we een structurele regeling na 2025 willen en dat de huidige niet voldoet. En inderdaad, in dit pensioendebat over het pensioenstelsel precies, hebben wij die regeling nu nog niet helemaal uitgewerkt. Maar die moet er wel komen. En daar hou ik de minister ook aan. Tot slot. Als die motie wordt aangenomen. Tot slot, de heer voorzitter, de Partij van de Arbeid zegt, kan niet in deze wet. Nou, laten we dan die andere wetten eerst eens even behandelen dan. Daar zegt de Partij van de Arbeid ook niet. Terwijl we volgende week wel de wet
die nu voor ligt in stemming krijgen. En de Partij van de Arbeid gaat dus akkoord met die wet op het moment dat deze flutmotie wordt aangenomen. En dan zegt de Partij van de Arbeid, zegt dan, ik geloof de minister, want ze heeft het mij toegezegd. De minister heeft jarenlang toegezegd dat er zogenaamd een koopkrachtig pensioen zou komen. En komt erop terug en er wordt zogenaamd koopkrachtiger en we hebben het er vervolgens helemaal niet meer over. Dus wat zijn die beloftes van de minister waard? Helemaal niks. En mijn vraag is nogmaals aan de Partij van de Arbeid. Als het lot van de mensen met een zwaar beroep en al die andere gepensioneerden laat afhangen van zo'n flutmotie en er niets voor terugvragen, geen sancties, geen voorwaarden dat de wet uiteindelijk dan alsnog wordt teruggetrokken, helemaal niks, dan is de Partij van de Arbeid vandaag officieel degene die de miljoenen gepensioneerden in de steek laten. En dan kan de meneer van de Partij van de Arbeid wel zeggen dat hij die kwalificaties allemaal niet tot zich neemt. Ik ben er echt woest over. Ik voel namelijk die woede van die Partij van de Arbeid leden en van al die andere gepensioneerden die zich in de zeik worden gevoeld. En u zou dat zich moeten aantrekken. Pas zo ongelooflijk ongeïnteresseerd erop neer te kijken. Heer Nijboer. Nou, voorzitter. Ik strijd hier elke dag om het leven van mensen beter te maken. En voorzitter, ik heb met heel veel mensen gesproken die in een zwaar beroep zitten, die nu in een cao zitten, waar ze niet gebruik kunnen maken van de regeling die is afgesproken. Die zeggen, wat is dit nou voor regeling? Dat moet echt beter. En daar heb ik het met ze over. En dan probeer ik te bedenken, wat is nou het beste wat je daaraan kunt doen? En het beste wat je daaraan kan doen, is een fatsoenlijke regeling bedenken. Niet de huidige regeling. En die heb je niet maar zo makkelijk gevormd. Want deze discussie loopt al vele, vele jaren. Die recht doet aan mensen die eerder kunnen uittreden. En daar ga ik voor strijden. En de minister, nou, die moet nog een oordeel geven over die motie. Maar die ga ik eraan houden als die wordt aangenomen. En inderdaad, ik geef nu niet allemaal duidelijk of het fiscaal of subsidie of dit of dat. Dat weet ik nu nog niet. Maar ik vind wel dat dat moet komen en daar zal ik ook aan vast blijven houden. De Omtzigt. Voorzitter, ik wil de Partij van de Arbeid er graag aan herinneren dat je bij een kabinet Rutte een onderhandelingspositie hebt. Tot op het moment dat de stemmingen geweest zijn. En als je daar een bewijs van wilt hebben, dan kan ik nog wel een polder in Zeeland aanwijzen. Die is droog gehouden zolang de steun van de persoon die hem droog wilde houden nodig was voor het regeringsbeleid. Dus het is heel simpel. De Partij van de Arbeid kan hier in dit debat tot de stemmingen iets regelen per wet. En daarna moet hij sowieso hopen dat het kabinet tot 2025 blijft zitten. Dat is dan bent u al een kleine groep mensen die daarop hoopt, moet ik zeggen, in dit land. Nou, ik hoop er niet op. Sorry? Ik hoop er niet op. Nou, maar dan gebeurt er helemaal niks. Want als de minister voor 2025 weg is, dan heeft u sowieso niks. U kunt de volgende minister niet aan de motie houden. Dank. Dus nu zit u zelf hier het bewijs te geven dat uw motie leger dan de leegste lege motie is die we hier gezien hebben. Dank u. Heer Nijboer. Ja. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Uitspraken van de Kamer zijn kabinetten aan gebonden. Verkiezingen kunnen altijd de boel overhoop gooien. Maar dat is aan mensen wat ze stemmen. Dus ik ben het helemaal niet eens met de heer Omtzigt dat als een motie wordt aangenomen door een Kamer, dat een kabinet er dan niet meer aan gebonden is. En voorzitter, natuurlijk is het zo, je kunt dingen als hefboom gebruiken. Dat heeft de heer Omtzigt gelijk in. Dat heeft er gewoon gelijk in. Je kunt natuurlijk alles altijd aan wetten ophangen. Maar het is ook zo, en dit is voor ons zwaarwegend, dat geef ik u mee, zeg ik hier ook, dat er ook nog wel andere wetten langskomen waar ook steun voor nodig is. En als het kabinet zich niet aan zijn of haar deel van de afspraken houdt, kun je die instrumenten ook altijd nog weer op dat moment inzetten. Dat weet de heer Omtzigt ook. Er komt altijd weer een moment dat je nodig bent. En als er beloftes zijn gedaan en niet worden waargemaakt, kun je dat dan ook altijd gebruiken. Dus het wordt hier heel zwart-wit. Terwijl er heel veel dingen in de tijd, AOW-leeftijd is al ingevoerd. Arbeidsongeschiktheid duurt veel te lang. Veel te lang. Veel te lang. Maar goed, kan ik kunnen zeggen, we doen geen pensioenstelsel tot arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dan hadden we nog vele jaren discussie gehad. Hè? Dus dat had ook gekund. Dus je moet ook in redelijkheid dat beoordelen. Er is nu een regeling die wij onvoldoende vinden. Er moet wat beters komen. Dank. En we gaan ermee aan de slag en we houden het kabinet eraan. Tot slot, de heer Omtzigt. Voorzitter, ja? We zeggen hier niks onredelijks. Want die moeilijkheid bij die AOW voor de arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, die zien we. En we zien ook dat het kabinet eraan werkt. En dat er ook best een brede wil voor is om dat ergens te regelen. Dus dat zien we gebeuren. Maar een niet functionerende regeling voor zware beroepen, dat is een constante hier in de afgelopen 10 jaar. Dat klopt. En als je zegt over 2 jaar is het wel geregeld, ja, dan wil ik er bijna wel iets op zetten dat dat niet geregeld is. En ja, ik weet niet wat voor gesprek je dan voert bij mensen die nu 2, 3, 64 zijn en in zo'n zwaar beroep zitten. Die kunnen niet van de regeling gebruik maken. Dat garanderen we hiermee. En daarom vraag ik,
Heeft de PvdA een uiterste datum waarop ze vindt dat er een regeling zware beroepen moet zijn die ook uitvoerbaar is en voor deze mensen een zodanige regeling biedt dat ze kunnen stoppen of misschien deeltijd kunnen stoppen? U geeft voorwaarden maar aan. Dank. Met werken, want dat was vraag de inzet. Helder. 2025, maar liever eerder, want dan loopt de huidige regeling af. U vervolgt weer uw betoog. Ja. Voorzitter, ik kom op... want ik heb liever die nieuwe, betere regeling dan de huidige, voorzitter. Maar ik zie met de heer Omtzigt dat het best ingewikkeld is. Overigens, arbeidsongeschiktheid zelfstandigen loopt ook al 20 jaar de discussie. En nou ja, daar kun je ook dezelfde zorgen bij hebben. Voorzitter, dat maakt dat wij hebben besloten dat als de voor ons belangrijke amendementen, moties worden aangenomen, dat wij uiteindelijk in de eindafweging het nieuwe pensioenstelsel in deze wet een verbetering vinden ten opzichte van het huidige stelsel. En daarom ook, als daar dinsdag naar de stemmingen aanleiding toe blijkt, ook voor zullen stemmen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijboer.